Modeltreinen, modelbouw en modelspoorwegen zijn een van de meest populaire vrije tijdsbestedingen in België. Het is dan ook niet verwonderlijk dat enkele van de mooiste modelspoorbanen en prachtige modelspoorwegen worden gebouwd door modelbouwers in België. Een van deze prachtige miniatuurwerelden is die voor Schravens gedetailleerde en volledig gedigitaliseerde baan van treinstation van Haserot. Toen Ivo Schrapen in 2002 toe was aan een nieuw modelspoorproject, koos hij voor de nabouw van een bestaande situatie, met name het stationsemplacement van Haserot. Na een 100-tal bezoeken aan het station van Haserot en meer dan 1000 foto's zijn Ivo Schrapen en zijn team in 2003 met de bouw van de baan aangevat. Deze modelbaan is gebouwd zoals het station, de treinen en de sporen in Haserot anno 2002 erbij lagen. De sporen voor het station zijn volledig op schaal weergegeven. In werkelijkheid is het traject 1,6 kilometer en op de modelbaan bijna 16 meter. Deze miniatuurwereld is een segmente baan. Het stationdeel bestaat uit segmenten, elk stuk is specifiek en past zonder schroeven of montage op het volgende. De andere zijde van de baan bestaat uit 6 delen, elk met 7 sporen om de lange treinen af te stellen. Zoals in realiteit kunnen alle sporen in beide richtingen bereden worden. Deze complexiteit kan uiteraard enkel met een volledig geautomatiseerde digitale aanpak. De modelbaan zit vol met DCC-interfaces, decoders en netwerken. Deze volledig gedigitaliseerde topbaan is een meesterwerk van Ivo Schrapen. Veel liefhebbers van modeltreintjes hebben zich al vergapen aan de miniatuurversies van het treinstation van Haserot, locomotieven en treinen, omdat deze modeltreintjes zijn duidelijk geen speelgoed meer. Deze modelbaan en de miniatuurversie van het station zijn zonder twijfel een pronkstuk, dat tot in de perfectie werd nagemaakt door Ivo Schrapen.